Winter Wonderland. Zo, dit is echt een vlogvideo die je tot het einde moet zien. Want mijn wens komt na 40 jaar karpervissen uit. En ik weet ook zeker dat jullie karpervissershart er sneller van gaat kloppen. Stay tuned! I'm not ready for this winter weather. Feel the seconds ticking, nothing's getting any better. We were up all night, spending all of our time. Dance around three words, we were doing just fine. Started with picking fights just to keep it alive. How did we get to where our friends are picking a side? Holding hands, driving way too fast, past the warning signs. Now it's all on the line. Seasons change, but I don't want them to change us. In these days you've been saying my name different. So afraid to see us fall, but it's imminent. If I'm being honest, I'm not ready for this winter weather. Feel the seconds ticking, nothing's getting any better. See it all coming down, guess we'll be going down together. I'm not ready for this winter weather. I'm not ready, I'm not ready. The leaves are falling faster, I can see a pattern. We're headed for disaster. Nights are getting colder, I can feel you folding. Used to hold me in the morning, but lately you've been bitter. Like the coffee on my lips that you never kiss. Tell me it gets better. We said forever, but I didn't mean like this. Seasons change, but I don't want them to change us. And these days you've been saying my name different. So afraid to see us fall. Zo, de hengels liggen net in. Eerste nacht vissen. En de eerste vis is een feit. Super blij mee. Lisette gaat er straks mee op de foto en de video. Dus blijf kijken. Super blij met deze eerste vis. Mooie schub. De eerste hier. Wat een mooie schub is dit, zeg. Ik ben fan van schubkarpers, zoals jullie weten. Schitterend. En hij houdt zich super braaf. Ja, nou ben je vrij. Ja, je bent vrij. Oh. Woehoe! De eerste karp hier op het prachtige water. Super, super blij mee. Gelijk een mooie schubkarper. Ah. Een vliegende start hier op La Plaine des Bois. Namelijk een dubbelrun. Na net die prachtige ghost schub op de foto en video te hebben gezet, hebben we nu een mooie spiegelkarper gevangen. Lisette brengt hem even naar de plek en dan gaan we even filmen en op de foto zetten.
Ja, dat is echt bijzonder. Gewoon de ene naar de andere run. En dat verwacht je eigenlijk helemaal niet in de winter. Maar hartstikke mooi dat het gebeurt. Dus super blij mee. Lekker frips aan de bibs. In ieder geval aan de vingertjes. Okay. Schitterend. Het is nog net 1 graad, dus het vriest nog niet. Schitterende spiegelkarper ook. Mooi bij de staart ook, hoe die... Kleine schubjes, hè? Daar gaat ze hoor. Schitterend. De diepte in. Yes. Winterfishing. Wintervissen. Ja. Zo, goedemorgen vanuit de lodge. Totaal ingericht als een explosie van onze spullen. Normaal gesproken. Er staan hier 4 bedden, die hebben we opgestapeld omdat we toch in de camper slapen. Ja, dat is wel een mooi uitzicht. En echt vanaf hier het hele water zien. Nou, de eerste nacht heeft 3 vissen opgeleverd. Eigenlijk boven verwachting. Zojuist hadden we, toen het nog donker was, een mooie kooi gevangen. De eerste kooi van Lisette. Ooit, die ze ooit heeft gevangen. Dus we hebben alle fotoapparatuur klaarstaan om die prachtige kooi eens even te filmen en op de foto te zetten. Ik kan niet wachten. Kijk eens, in de camper die staat hier gewoon vlak. Hé, Bodie, niet naar binnen. Je mag niet. Die vieze pootjes. Nee, kan niet. Net zo mooi. Die zet zit in de make-up. Hallo. De artiesten. Hoe je het? Kijk, die camper staat gewoon vlak aan het water. Ja, hoe top is dat. Zie je? Echt super. Kort aan. De lodge. Echt top. Geweldig! Mijn eerste kooi ever. Ik had nog nooit eerder een kooi gevangen. Ik vind ze zo schitterend. En gelijk een Hollands trots met mooi oranje. Schitterend. Het is de derde vis die we gevangen hebben op La Plaine de Bois. Ja, en gelijk zo'n pareltje. De sessie kan wat mij betreft al niet meer stuk. Super blij met je.
Zo, het is inmiddels dag 3 van de sessie van onze karpenvisvakantie op La Plaine des Bois. Kijk toch eens eventjes. Die lodge. Ik bleef er gewoon naar kijken. Volgens mij heb ik het al eens eerder gezegd, maar wat een luxe. Die stek is ook echt groot. Kijk, toch wel een ruimte. Daar kan je makkelijk meerdere rotpots kwijt. Maar goed. Dag 3 van de sessie. Eerste nacht, 3 vissen. 3 helemaal runs. Blij. Ja, en 3 runs. Ook dat. En nu tweede nacht, precies hetzelfde gedaan, hè? Geen vis, geen run. Zelfde aas, zelfde plek, zelfde voer, zelfde hoeveelheid. Ook dat. Maar geen vis, dus denk je net dat je lekker op gang bent en dan blijft het toch vissen, hè? 3. Maar 3 zijn we toch al wel tevreden mee. Zeker, zeker. Maar nou, er goed. Zit hier zelfs een 30 kilo kuiper in, dus ja. Ik ben heel benieuwd. En die willen we eigenlijk wel vangen, hè? Zoals je daar het jaar mee mag beginnen. Wow. Zo. Ik ben helemaal vergeten, joh. Die 3 karpers, die eerste was natuurlijk de eerste vis van het jaar, die ghost van jou. Ja. Nou, helemaal niet meer bij stilgestaan. Maar het is natuurlijk, het is nog januari, dus... Gauw uitvaren. Genoeg gekletst, we gaan uitvaren. Dag 4 van de sessie. Weer geen vis. Balen. We gaan gauw de blackboat opblazen, want we willen uiteraard die vis graag aan de schubben komen. Waar ben je? De vis. Later. Maar goed gaat. Ja hoor, dat gaat zeker goed. Ik ben dan wel 51, maar ik kan nog wel de boot in en uit. Beste mensen, het is een taaie sessie. Het vriest 's nachts een graad of 4, 5. Watertemperatuur is een graadje of 3. Desalniettemin is Lisette hup de boot op geweest. Heeft een aantal mooie harde platen gevonden. Dus snel de richtsten neer te leggen. En het wordt te koud om te vloggen en de camera vast te houden. Dus ik ga snel de boot in. In de zon is het echt heerlijk om op de boot te zijn. In de zomer kan ik me voorstellen dat het aan de lodge, of voor de lodge, heel prettig is. Omdat je... volledig in de schaduw zit. Maar nu is het fijn om op het water te zijn om toch wat zon mee te pakken. Want in de schaduw denk ik dat het gewoon nog vriest. Hè? Zeker. Het echte wintervissen. Nou, we varen naar een spot links van de stek. Waar Lisette bij een omgehakte boom een mooie harde plaat heeft gevonden. Dus, eens even kijken of we de richt aan mooi weg kunnen leggen.
Het water is ongeveer 3 hectare. En rechthoekig. Er zit weinig structuur in de bodem, geen obstakels. Wel aan de kanten natuurlijk met takken. Maar op de bodem verder geen obstakels gevonden. En we vissen tegen het talud aan op 1 meter of 4. Waar we net een 20 mm het allemaal boilie gebruikt als bodemaas op een harde plaat, gebruiken we hier een pop-up. 2 12 mm pop-ups. Een nieuwe flavor van Dynamite. Een Golden Oldie die weer terug is. Back in town, de Squid Octopus. De mooie roze pop-ups waar veel karpenvissers fan van zijn. En die presenteren we op een 360 rig. Die rig hebben we voor het eerst ingezet in 2015 tijdens de World Carp Classic. En daarmee zijn we toen tweede geworden. Dus heel veel vertrouwen in. Spotter aanvoeren. Verschillende plekjes. Zo, lekker genieten van het buitenleven. Vuurtje aan. De Franse kaasjes mogen natuurlijk niet ontbreken. Zo, vanmorgen waren we er al vroeg uit en helaas niet voor de karpers, maar wel omdat het een prachtig landschap was. Nadat het vannacht maar liefst min 7 heeft gevroren, ijs en ijskoud, het leverde wel prachtige beelden op die we jullie nu laten zien. You are my home, you are my home, you are my home. Zo, dag 6 van de sessie. En het begint een beetje gênant te worden, want nog steeds geen vis. Het weer is ook volledig omgeslagen. Van de fantastische winter wonderland en min 7 in de nacht, tot echt de hele dag regen. En plus 9. Oh ja. De hele dag regen en plus 9. Dus ja, dat... Zorgt er hopelijk voor dat de karper ook wat actiever gaat worden. Dus we gaan snel weer naar nieuwe plekjes zoeken. We proberen nu wat ondieper te gaan vissen. Omdat we denken dat de vis toch misschien wat meer, als de vis al aast, in de kanten ligt. Ik heb echt uren op het water gevaren gisteren om de karper ook echt daadwerkelijk te zien op de fishfinder. Maar dat is niet gelukt. Ze zitten er wel, daar zijn we natuurlijk zeker van.
Maar het kan misschien zijn, ik weet het niet, dat ze in de hele dikke sliplaag in het midden van het water liggen. Ja, die laag is wel een meter dik, zoiets heb je toen je... Ja, absoluut. Ja. Lekker prikken. Dus ook daar hebben we wel gevist, maar... We hebben de karpers nog niet kunnen verrassen. Maar we gaan er weer voor en... Gauw uitvaren nu het wat minder regent. Zo, de hengels liggen in, vlak voor het donker. Een paar mooie spots gevonden in wat ondiepere waterlagen. Harde platen tussen de takken. Dus ja, laten we hopen dat de karper ons aasje nu wel weet te vinden. Want we have a need for carp. Yeah, baby. Peace. Als je geen karpen vangt, dan moet je wat, hè? Precies. Hey Joy, kom jij er ook bij? Gezellig. Ik ben de mevrouw van het licht vandaag. Ik kom u het licht brengen. Voor de niet voor karp. Kom maar, naar binnen. De hengels liggen weer in. We vissen met 4 hengels. We vissen nu zo'n beetje met 3 hengels en 10 meter uit de kant. En 1 hengel heb ik toch in de hoek een mooie harde plaat op 1 meter of 3 gevonden. Maar de rest ligt dus op 4 meter, bovenop de sliplaag. Ik vis met een Monster Tiger Nut en een Hit and Run pop-up, 12 mm. En samen met de V-curve haak, maatje 4, zorgt het ervoor dat die presentatie op de sliplaag ligt. En de haak wordt net iets opgetild door de Hit and Run pop-up en de Monster Tiger Nut. Maar eerst, hij is de sjoko. Hij is de sjoko. Oeh, kijk eens. Kijk eens eventjes. Dankjewel. Cheers, mensen. Plat lood, ongeveer 100 gram. Dat ook redelijk op de bodem blijft liggen. Van de onderlijn is een Hercules 25 pond. En dat is een langzaam zinkende onderlijn, waardoor de presentatie mooi rustig op de sliplaag valt en zichtbaar is voor de karper. Ik ga lekker genieten van de Heise Choco en ik hoop dat we jullie toch weer karpers kunnen laten zien, want daar doen we het uiteindelijk voor. Dus afwachten maar. Grote wasjes in de wasmachine. Laat me lekker draaien. Wasmachine. Nieuws! Zo.
dachten we dat we al het weer hadden gehad. Van zon, naar vorst, naar ijs, naar regen. Storm. Van alles en nog wat. Maar nu sneeuwt het. Een droom die uitkomt. Eindelijk sneeuwvissen voor ons. Altijd al in de sneeuw willen vissen. En dit is voor ons de eerste keer. Fantastisch. Heerlijk. We zijn sowieso al fan van de sneeuw. En met vissen is het extra speciaal. Maar wat het nog specialer maakt... is dat we een karper hebben gevangen. Hoe vet is dat? We hebben gewoon een karper gevangen in de sneeuw. Na 4 dagen blenken ongeveer. Ja. Geen vis. Ja, bizar. We zouden eigenlijk al naar huis gaan. Ja. Maar door het weer en het verkeer vooral hebben we besloten om een dagje langer te blijven. Ja. Ja. Bas die waarschuwde ons heel attent dat de sneeuw op komst was. We zouden vandaag vertrekken. Toch niet gedaan. Goed advies Bas, dankjewel daarvoor nog. We gaan morgen vertrekken. Dus nog 1 nachtje langer gevist. De hengels in laten liggen. En gewoon vis gevangen vanochtend. Ja, een karper in de sneeuw op de foto en de film zetten is altijd al een wens aan ons geweest. Dat is de droom. En nu komt hij gewoon uit. Dus fantastisch. Super, super, super blij mee. Zo, het is steeds harder gaan sneeuwen. We gaan snel de karper erbij halen. Oh, ik ben er zo blij mee. De eerste sneeuwkarper. Hoe mooi. En zo mooi donker. Die kleuren komen echt fantastisch tot z'n recht. In het witte van de sneeuw. Kan je nagaan, mijn allereerste sneeuwkarper. En ik vis al 40 jaar. Dus voor mij echt een uniek moment. Bedankt jongen. Fijn dat je toch nog wilde bijten na al die dagen blanken hier. Ja, fantastische afsluiter van deze heerlijke wintersessie. Supermooi. Het zit er weer op mensen. Onze karpervisvakantie op La Plaine des Bois Etang 1 is tot een einde gekomen. We hebben genoten van het vissen vanuit deze ruime luxe lodge. De stek voor jezelf te hebben. Het water heb je helemaal voor jezelf. Het is goed te bevissen. Een gevarieerd karperbestand. Lisette ving haar eerste kooi hier ooit. De ghost karper was haar eerste karper van het jaar. En ik mocht een karper in de sneeuw vangen. Nou, wat wil je nog meer? Super bedankt voor het kijken. Hartelijk dank voor jullie support. De likes, de reacties. Dat geeft ons echt de kracht en de moed om door te gaan met filmen. We zijn jullie er enorm dankbaar voor. Mochten jullie vragen hebben, schrijf het hieronder in de comments. En dan geven wij je antwoord. We zijn jullie graag van dienst, want ons doel is jullie een onvergetelijke karpervisvakantie te bezorgen. Super bedankt en tot de volgende.